Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. We gaan kijken naar de koersen. We zijn onder de $20.000 gekomen, de laatste all-time high van 2017. Wat betekent dit? Want dit is nog niet eerder voorgekomen in de eerdere cycli. We gaan in ieder geval naar kijken wat we op de korte termijn kunnen verwachten. En vergeet video niet een like te geven. Als je de content kunt waarderen, abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik daarbij op het belicoontje, want dan krijg je een update wanneer ik een nieuwe video plaats. Die, zoals jullie al weten, wat schaarser zijn in de komende weken slash maanden. Het is vandaag 20 juni en we zien dat de veer die zit op de 9. Gisteren stond hij op de 6. En volgens mij is de 6 is nog nooit eerder bereikt. Dus ook dat wil op de korte termijn in ieder geval zeggen dat we hier potentieel iets van een bounce kunnen krijgen. Goed, wat we ook zien is dat de Bitcoin-balansen van de beurzen in rap tempo aan het afnemen is. Dat zal ik zo direct ook op de on-chain data laten zien. Maar ook dat vertelt dus dat er genoeg mensen zijn die blijkbaar wel geïnteresseerd zijn in de koers op dit niveau. Persoonlijk denk ik dat we nog wel wat dieper kunnen zakken, maar het is wel een potentieel punt om te accumuleren voor de langere termijn. Goed, voordat we naar Bitcoin zelf gaan, even de traditionele aandelen. En we gaan hier eerst op de wekelijkse kijken van de S&P 500. Vandaag zijn ze gesloten. De traditionele beurs zijn gesloten. De futures die traden volgens mij wel. Maar de SPX die is in ieder geval dus gesloten. En dat betekent dus dat ze morgen pas weer open gaan. Goed. Nogmaals, ik denk dat we pas bullish kunnen zijn over Bitcoin als we een power pivot krijgen. Misschien een einde van de oorlog Rusland-Oekraïne. Als we dus een lage inflatie krijgen. Want dat is dus het hoofddoel van de Fed, om lagere inflatie te krijgen. Een target waar we potentieel in ieder geval ook een ommekeer zouden kunnen krijgen voor Bitcoin. Een grotere ommekeer is als we op de 200 wekelijkse moving average komen van de SPX. En die zit op de 3500. We zijn nu onder de support gesloten van de 3728. Dus dat ook is indicatief voor meer rood in de komende week. Dat zullen we moeten gaan bekijken op de lage timeframes. Of eigenlijk afwachten wat de komende week gebeurt. En op die 200 wekelijkse moving average, daar zouden we een wat grotere bounce kunnen krijgen. We zien hier ook potentieel trouwens een falling wedge, wat ook een bullish patroon is. Daar zijn we nu op gesloten. Dus best case scenario is dat we de komende week al gaan bouncen. En bearish scenario is dat we hier gewoon continuatie krijgen in richting de 200 wekelijkse moving average. Want uiteindelijk is er niks veranderd en moeten we nog steeds bearish zijn, zolang de Fed de rente wil blijven verhogen. Hier zijn we er wel doorheen geschoten. Dat was pure paniek. Eigenlijk een Black Swan event. Dus dat is ook niet onlogisch. En we kunnen ook absoluut door die 200 wekelijkse moving average heen gaan. Maar vaak zie je dus dat de koersen in ieder geval iets van een bounce krijgen op die 200 wekelijkse moving averages. Dat zou potentieel ook wederom weer kunnen gaan gebeuren. En bij een diepere recessie, zoals we bijvoorbeeld hier zagen in 2000. Ja, dan zie je dus dat je daar eigenlijk onderschiet, bearish haartest doet en dan verder doorgaat naar beneden. En in worst case scenario, als we dus inderdaad zo'n diepe recessie krijgen van een 1 jaar, 1,5 jaar, dat die koersen tot 50% omlaag gaan. Dus van de top ongeveer hier naar de bodem gingen we 50% omlaag. En dat is niet de eerste keer, het is een tweede keer gebeurd hier trouwens ook in 2008 ongeveer. Ook hier 50%. Ga er maar vanuit dat Bitcoin flink lager kan zakken in dat geval. Dus dat zullen we moeten gaan afwachten. En ook hier, de dollar is nog sterk. Dus hier zijn we even iets verder uitzoomen, ook op de wekelijkse. Dus we hadden hier een mooie hertest gehad van de 101. Daarna een mooie bounce van, ook weer boven deze weerstanden gekomen. Dus de dollar die is en blijft sterk wat dat betreft. En ik zie de koers eigenlijk in ieder geval doorgaan richting de 109 tot 111. En als we hier komen en we krijgen een Powell pivot, dan zou ook Bitcoin hier potentieel een bodem kunnen vinden. Dus dat zijn op de wekelijkse van de SPX rond de 200 wekelijkse moving averages een punt van ommekeer voor Bitcoin. De 109 tot 111 voor de dollar zou potentieel een ommekeer kunnen betekenen voor Bitcoin. Dus dat zijn in ieder geval punten om op te letten. Dan de Bitcoin on-chain data. Enigszins tegenstrijdig bepaalde dingen. Het meeste is positief. Wat we zien is dat in de daling van de afgelopen dagen, dat er veel bitcoins van de beurs zijn afgegaan, zoals ik in het begin van de video zei. Dus dat is best een snelle afname. Dus er is zeker interesse. Wat me wel enigszins zorgen baart, is het volgende. Dus de Bitcoin ETF uit Canada, een van de grootste ETF's, en dat is waar ze dus spot Bitcoin moeten houden, die hebben de helft van hun Bitcoins de deur uit gedaan. Dus dat is wel enigszins zorgelijk, hè, of ze nou geforceerd zijn om te verkopen, of dat het iets anders is, het is onbekend wat het is. Maar ze hadden de 47.800 en ze hebben er nu nog 23.300. Dus praktisch een halvering van het aantal Bitcoins, terwijl ze eigenlijk
tot nog toe vooral aan het accumuleren waren. Dus er mist nu nog wat data van de afgelopen dagen. Ik weet niet zo goed waarom dat er nu niet is. Maar dat zullen we dan waarschijnlijk morgen krijgen. Wellicht als ook de beurzen daar weer open gaan. Ik weet niet hoe dat exact zit. Wel ook interessant is dat hier heb je dus de exchange netflow. Dus het aantal bitcoins dat naar en van de beurzen gaat. En dan netto. En we zien dus dat die nu flink negatief is. En de laatste keren dat we zo negatief waren, was hier rond de bodem van juli, augustus 2021. Net zo negatief. En hier bij de COVID crash net na de bodem. Dus ook weer interessant. Wat betekent het? En zeker in tegenstrijdige data kijken we gewoon naar de grafieken natuurlijk. Hier de Bitcoin balances op exchanges van Coinbase. Dus we zien hier eigenlijk ook weer dalingen. De afgelopen dagen niet echt. Maar even kijken, dus vanaf juni 16 wel. Dus 4 dagen geleden. Maar ik weet niet zeker of dit nou Bitcoins zijn die naar de grote jongens gaan. Want die halen het meestal van Coinbase af. Of dat dit, want ik zag ergens ook een bericht dat Coinbase Bitcoins had verstuurd naar FTX. En ik geloof Binance. Dus dat zou ook dit kunnen zijn. Ik kon het artikel ook niet meer vinden. Goed, dan de grafieken. We beginnen even met de futures grafiek. Er was een kleine gap hier tussen de 20.390 en 20.470 van afgelopen weekend. Die is ook meteen gesloten. En voor de rest hebben we nog een aantal gaps open. Hier in de 35.000 regio, 28.000 regio. En nu ook hier nog een oude tussen de 18.000 en 19.000. En ook die is nog niet gesloten. Dus dat voor de futures grafiek. Daar zitten gewoon nog een aantal gaps. En die moeten nog worden gesloten, zeer waarschijnlijk in ieder geval. Dan Bitcoin op de wekelijkse. En wat we hier zien, als we even alles eraf halen, is dus dat de wekelijkse is gesloten onder de 200 wekelijkse moving average, deze gele lijn. In eerdere bear markets, was dat een support. Hier schoot het doorheen, Black Swan event, gingen we door naar de blauwe lijn, de 300 wekelijkse moving average. En ik heb eerder gezegd, in extreme events kunnen we daar zeker heen gaan. Nou, we zitten er al bijna en in mijn ogen zijn we er nog niet. En even kijken, zien we dat hier niet op? Ja, hier ook. Dus de bear market van 2015 ook, die ging naar de 200 wekelijkse moving average om daar vanaf te bouncen. Dus ook dat is nu anders. Naast dat dat anders is, we zijn nu ook ondergesloten wederom, is het ook anders dat we nu dus onder de 2017 high zijn gekomen. Dus daar zijn we nu ook ondergeschoten. En ook in eerdere bear markets gebeurde dat niet. Dus hier hadden we een 300 en even kijken, de high was hier op 1000. Dus in eerdere bear markets zijn we er niet onder geschoten. En ook hier kwamen we eigenlijk er niet onder. Dus ja, de hele markt is anders. En wat ik daarmee wil zeggen is, verwacht het onverwachte. En in dat geval betekent dat in mijn ogen ook, ik verwacht meer rood, nogmaals, zolang die Powell pivot er niet is geweest, zolang ze die rentes blijven verhogen, kunnen we meer rood verwachten. Is dit wel de bodem, dan heb ik ook absoluut geen haast om erin te stappen. Want, waarom? En voor de meeste mensen geldt natuurlijk, dollar cost average is het beste. En dan laat ik het anders daar eerst even over hebben. Wat zijn interessante momenten om te dollar cost average? Nou, eigenlijk de 200 wekelijkse moving average, de 300 wekelijkse moving average. Vervolgens heb je de high hier 2019 rond de 13.880. En eigenlijk mijn target waar ik het meest naar, nou ik wil haal zeggen naar uitkijk, is dus rond de 12.500. Want daar zijn verschillende, de samenvloeiing van verschillende punten die zeggen dat dat een goede target kan zijn voor een bear market low. 1 is het de technische target van deze bear flag die we hier zien. Die zit op die 12.500. Het is de 1.0 extensie van de Fibonacci extension. Daarnaast hebben we in eerdere bear markets Bitcoin zien dalen met 85% in 2017, daarvoor 85%. En de eerste bear market was volgens mij zelfs 90 of 95%, weet het even niet meer goed uit mijn hoofd. Dus ook hier, als we zeggen dat we een 80% daling krijgen, dan kom je op die 12.500 terecht. Dus er zijn verschillende punten die mij vertellen dat 12.500 echt wel een logische target is. Ik ga wel alvast beginnen met 13.800, 12.500 met inladderen. En als we hier dus een bodemvorming krijgen hier in de komende weken, net als dat we hier bijvoorbeeld in 2019 zagen. Dus hier zagen we in de weken, en dat duurde dus ook hier 18 weken, dus er was genoeg tijd om een bodem te maken. En hier kregen we ook een Adam and Eve bodemingspatroon. Dus
als die uitbreekt, kun je daarop instappen of je kunt accumuleren. En ook hier zie je dus dat de 200 wekelijkse moving average werd hier opnieuw getest. En daar zitten we nu dus onder. Maar je kunt dus op zijn minst dan verwachten dat we, als we hier een mooie bounce krijgen, dat we ook weer die bodems opnieuw zullen hertesten. En dat is eigenlijk misschien nog wel interessanter dan om op in te stappen. Terug naar de grafiek. Wat wilde ik hier nog meer zeggen? We zien in ieder geval dat de RSI op 25 is. En ook dat hebben we eigenlijk nooit eerder gezien. Dus hier op de bear market, de vorige bear market, kwamen we op de 30. En daarvoor zaten we ook rond de 30, maar niet veel lager dan dat. Dus ook dit is weer extreem. Maar nogmaals, persoonlijk, ik ben nog niet overtuigd dat we hier de bodem hebben totdat we die Powell pivot krijgen. Wat zou de potentieel op de wekelijkse kunnen krijgen? Nu we dus ook op de wekelijkse onder de 200 wekelijkse moving average gesloten zijn, de gele lijn, ja, verwacht ik op zijn minst dat we eigenlijk richting de 300 wekelijkse moving average zullen gaan, 16.700. En eigenlijk verwacht ik dus ook veel lager. We zouden in de komende dagen / weken iets van een relief rally kunnen krijgen. Niet heel veel misschien. Net als hier kregen we een enorme daling naar beneden. Daarna kregen we iets van een relief rally. Niet veel. En ook hier vormde het er weer een bear flag. Dus ook hier zouden dat weer kunnen krijgen, waarbij ik eigenlijk verwacht dat we de witte pijl kunnen krijgen, dus dat we hier richting de 200 wekelijkse moving average zullen gaan en dan wellicht weer iets van een bear flag zullen gaan vormen voordat de volgende verkoopgolf komt. We gaan het zien in ieder geval. Even kijken, want wat ik hier wil laten zien is de premium Discord groep, dus daar plaats ik meerdere updates elke dag eigenlijk, ook in het weekend en ook soms meerdere per dag. Zeker als wat gaande is. Ik was afgelopen zaterdag, dacht ik, rustig nog even het artikel van Arthur Hayes lezen. Vaak hele interessante artikelen met goede informatie. Heeft ook niet altijd gelijk. Hij had verwacht dat de bodem rond 25.000 zou zijn, geloof ik, voor Bitcoin. Maar daar zijn we ook flink doorheen gezakt. Maar dat maakt ook niet uit, want iedereen heeft zijn eigen plan. En hij heeft ook zijn eigen portfolio. Dus hij is er tevreden mee als hij daar inkoopt natuurlijk. Maar ik was net te laat. Ik dacht, dit zag ik al op de grafieken voor de daling. En eigenlijk toen ik terugkwam naar de grafieken, nadat ik het artikel had gelezen, toen was het al gedaald. En er waren wat bearish structuren, zoals een neerwaartse driehoek, die de koersen richting, waarvan ik zei, dat kan richting de 18.000, rond de 17.619 en potentieel zelfs de 300 wekelijkse moving average. Die laatste die hebben we niet gehaald, maar wel die 17.600. En ook daar zei ik, dat zal ik zo direct wel even laten zien, of dat zie je hier eigenlijk al. We zien daar ook een falling wedge. Dit zou de bodem kunnen zijn, maar dat gaan we zo direct nog even bekijken. Hier is nog even de dagelijkse. Dus volgens mij in de laatste video vorige week donderdag zei ik, we zouden iets van een bear flag kunnen vormen en die daling kunnen krijgen. Maar eigenlijk op lage liquiditeit in het weekend zagen we al dat de koers meteen doorzakte naar beneden. Dus en daarbij hebben we dus support gehouden op die 17.619. En hier zat ook de 300 wekelijkse moving average dat samenvalt met een andere low, maar die hebben we niet bereikt. Dus most likely, in mijn ogen, krijgen we nu wellicht iets van een bear flag vorming hier. Wellicht naar de 22.000, als we geluk hebben, richting de 24.000. Maar als we de low hier verliezen op de 17.700, dan kun je ervan uitgaan dat we meteen doorzakken. 17.500 breken is door naar de 16.300, daarna de 13.800, de 2019 high en potentieel naar de 12.500. Maar eerlijk gezegd, na een daling zoals dit eigenlijk, want het is toch ook weer een flinke daling vanaf hier, onder die 20.000, was toch 15%, dat je toch iets van een relief rally zou kunnen verwachten in de komende dagen. En ik weet het, ik heb vaak gezegd relief rally, maar het gebeurt niet altijd en we gaan kijken hoe dit zich zal gaan ontwikkelen. Wat ook interessant is om te zien is dat de daily RSI, die is nu aangekomen op net onder de 20. En de eerdere momenten dat we dat zagen, was hier in 22 januari 22. Toen zagen we een goede stijging. We zagen het hier bij mei 2021 ook weer een mooie stijging. We zagen het hier bij de COVID crash. En daarna was er eigenlijk een uitbodeming en zijn we doorgegaan naar boven. Alleen is het nu een bear market, dus op zijn best verwacht ik een bear market rally. En de andere keer dat we het zagen was wel op de bodem van Bitcoin in 2018. Dus het is in ieder geval een significant getal op de daily. En of dat nou de bodem is of de relief rally, beide moeten zich laten blijken. Een relief rally is op zijn minst te verwachten. En nogmaals, daarbij kijk je hoogstens richting de 24 tot 25. En op de lage timeframes gaan we zo naar kijken richting de 22,3. Maar het is in ieder geval een bijzonder of een interessant getal.
Dus deze had ik volgens mij net laten zien. Hè, dus het was zondag volgens mij. Gisteren. Falling Wedge. En die heeft zich ook mooi uitgespeeld. En ook gisteravond een mooi evenwichtpatroon. Ook die heeft zich grotendeels afgespeeld. En nu is het kijken wat we zo direct kunnen zien in de grafieken. Maar mocht je willen leren traden, doe dan zeker de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je de volledige analyse zelf wil doen, dan kun je natuurlijk deel 1 doen. En in deel 2 leer je short gaan en long gaan. En als je een week wil meekijken in de premium Discord groep, doe dan zeker de proefweek. Dan FTX, de beurs waar ik het meest trade. Rechtsbovenin vind je uit waarom in de review. En de eerste 400 mensen krijgen $25 gratis aan trading fees. En 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. Dan Bitcoin op de lagere timeframes. Dus het was weer een bijzonder weekend. Veel paniek eigenlijk ook. Dus hier was dat evenwichtpatroon dat naar beneden uitbrak. Hier was nog iets van op de lage timeframes een descending triangle. Hier was nog een descending triangle. En die hebben eigenlijk allemaal doorgezet. Ik heb ze niet allemaal even goed gespeeld helaas. Falling Wedge wel. Er was een grote kans dat die Falling Wedge naar beneden zou uitbreken. Want wat we vaak zien bij die pumps... even kijken, waar is de tool? Is dat die pumps eigenlijk alles teruggeven. Pumps, en die geven eigenlijk allemaal alles terug. Ook hier, alle pumps eigenlijk, die geven alles terug. Maar in dit geval dus niet. En dat is ook prima. Dus heeft een technische target behaald. En dan kun je altijd natuurlijk een deel laten doorlopen. En dus dat evenwichtpatroon van gisteren, ook die heeft doorgezet naar boven. En nu zien we dus dat de koers hier een battle heeft eigenlijk in mijn ogen. Rond die $20.000. Dus de vraag is, wat gaat de koers nu doen? Dus als we hier eigenlijk onder deze low komen van de 19.700, dan zie ik de koers weer teruggaan richting de 19.200. Potentieel de golden pocket op de 19.000. En als het echt bearish is, gaan we weer richting de $18.000. En daar zou ik dan eigenlijk, dus dan zou je zoiets krijgen. En hier zou je dan eigenlijk willen instappen. En dan kijken of we de verdere relief rally kunnen krijgen. Dus dat is de bearish versie. En bij een reclaim van de... Even wat dingetjes weghalen hier. Dus bij een reclaim van die 20.080, dus eigenlijk die $20.000 regio. En dat is ook hier waar de koers eigenlijk naar beneden brak. Daar hebben we nu eigenlijk al boven getraden. Dus de kans is groot dat we hier een voortzetting krijgen. Als we dus die 20.070, als we hier boven kunnen komen, dit support maken. Dan kijk je in ieder geval richting de volgende weerstand op de 22.700. En dat is de range waar we hiervoor eigenlijk in zaten voordat we naar beneden braken. Dus dat is wat we op de korte termijn in ieder geval kunnen verwachten. Funding rate wordt steeds meer bearish, dus zou die nog een short squeeze kunnen krijgen. En wat ik nog heel even wil meenemen, het is alweer een lange video, is Ethereum. En eigenlijk Ethereum die heeft dus ook zijn technische target bereikt van deze grotere gele beervlek. Dus de technische target die lag op de 908 en we zitten hier op de dagelijkse. En ook dit is nu bereikt. Dus als Bitcoin hier een mooie relief rally krijgt, verwacht ik dat Ethereum daar ook in mee zal doen. Ook de RSI hier flink oversold op de 19,88. Dus dat is heel laag ook. Dus potentieel als we hier een relief rally krijgen, dan zie ik de koers op zijn minst teruggaan richting de $1400. Potentieel de $1700. Wat dus het punt is waarbij de koers eigenlijk een grote spil naar beneden kregen. Verliezen we de 870, 900, en dan kijk je dus naar de 830 en daaronder is er gewoon vrij weinig support meer moet ik zeggen. En dan kijk je misschien zelfs naar de $500 psychologisch rond. Hier zit nog wat support rond de 670 en ik heb het ook hier eigenlijk uitgetekend. Ethereum deed in de bear market van 2017-18 deed het min 95% en als we daar iets van hetzelfde van krijgen dan kijk je dus naar de 400. Bij 90% kijk je naar de 486, dus ook de $500 psychologisch rond. En bij 95% kijk je naar de 260. Het zijn hele diepe getallen, dat weet ik ook. Ik zeg ook niet dat de koersen daar komen. Maar ja, als het zo extreem blijft, is het zeker een mogelijkheid. Dus het is meer zodat je daarvan bewust bent. En even kijken, want voor de target, die bear flag target, zien we dus ook dat de 1,0, de Fibonacci extension, die kwam hier ook. Bitcoin is daar nog niet gekomen, maar kan dus ook nog daar komen. En die zat geloof ik rond de 12.500. Goed, dat was het voor deze video. Kun je de video waarderen? Vergeet hem dan niet een like te geven. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.